brandde al je spullen. Jammer. Wat wou je doen? Niks. Wat wou jij doen? En... Welkom bij de 18e aflevering. Zo, dat was wel gelijk wel eventjes een knallend begin. Heel enthousiast. Precies. Bij de 18e aflevering van Minecraft. Vandaag denk ik dat we de wc's wel weer goed af kunnen bouwen. Inderdaad, de wc's. Als we niet lastig gevallen worden door die beesten. Ik zat net... Beesten? Ja, er zijn allemaal van die bomen. Hoppa, vuurwerk. Oh nee! Ah! Ik ben nu alweer dood. Nou? Ja, ik ben alweer dood, joh. Oh, ik pak al je spullen op. Oh, waarom werkt dat niet? Back. Nou. Slash back. Hoppakee, ja. Hoppakee. Mag ik de rest ook terug? Wat had je allemaal? Nou, een hele berg, maar ik had volgens mij... Sneeuwballen. Ik had volgens mij veel meer dingen, hoe heet het? Stenen. Hé, je wordt op me geschoten! Hé, wat is dit nou? Een kind, kijk, kleintje! Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Die sterk, hè? Ja, die slaat me in één keer kapot. Daar werd ik dus door vermoord. Kunnen we niet iets vinden dat we niet zo last hebben van die beesten? Ja, dan moet je het... Kijk, die beesten die komen op het donker af, heb ik wel eens ergens gelezen. Ze dus moeten het meer licht maken. Nou, ik vond het wel licht genoeg eigenlijk. Dan moet ik even de Gamecraft HD even vragen. Hey, maar ik had nog wat leuks gezien. Nou ja, wat leuks. Is me iets opgevallen, kom eens. Oh, we moesten nog verder gaan aan de... Ja, nee, ik heb wat gezien, kijk. Moet je dit zien? Kijk, even naar buiten. Er zit een pijl in je reet. Dat weet ik. In 7-8 afleveringen hebben we dit gemaakt, kijk. Let op. Dit hele grote bouwwerk, hebben we in 7-8 afleveringen gemaakt. Kom eens hierheen. En dit hebben we in 10 afleveringen gemaakt. Hebben we hier wel getreuzeld, moet je zien. Ja, maar ja, we zijn hier nog lang niet mee klaar. Ik bedoel, dit is gewoon eventjes de grove... Hey, okay, maar kijk hoeveel hier al staat en hoe weinig hier staat. Het is al veel meer dan dit hele kasteel. Ja, dat klopt. Maar ik vond het kasteel wel wat lastiger ook. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Het was meer puzzelen. Precies, of het een beetje... of het een beetje past. En vooral toen we met die kelder bezig waren, dat heeft echt heel veel tijd gekost. Ja. Helemaal uitgraven. Het was al twee afleveringen. Hoppa, vuurwerk. Hoppa, gelukkig nieuwjaar. Maar kan jij die wc nog eens even maken? Die had ik toch al gemaakt? Ja, maar je hebt me weer weggehaald. Wat was het nou? Was zoiets. En dan zoiets. Nee. Maak eens een lampje, joh. Ik zie geen... Hier heb je van die gouden dingen. Daar kan je mee maken. Ik weet niet hoe je dat doet. Kom eens hier. Kijk, is dit leuk? Ja, toch? Nou, ideaal. Ja, is wel leuk, toch? Ja. Hier ook. Zo. Nou, maak die wc's. Ik ben benieuwd hoe jij dat doet. Wat lach je? Ramen in tikken. Ramen in tikken. Ik ga heel eventjes in... Hey, wat heb je met mijn wc gedaan? Ja, weggedaan. Ik ga even heel kijken voor deuren. Nee, kijk u. Moet die nog wel ergens staan? Mm.
stonden die krengen naar een deur? Later. Misschien als ik zoek. De deur. Ah, kijk. Deur. Doen we ijzeren deuren of houten deuren? Zit je in game mode 1? Ja. Oh, mag niet, hè? Oh! Overstroming. Doe maar ijzeren deuren. En nu? Heel de cinema staat onder water. Hoppakee. Zo. Hoppakee. En weg is die. Zo. Oh. Even kijken hoe de wc de deur hier maken. Deur? De wc-deur zo. Ja hoor. Slash fly. Je moet ook nog een kraan hebben, toch? Ja. Oh, mijn steen is dan op. Even pakken hier. Zo, hoe vind je mijn wc? Mooi toch? Kun je die andere ook doen? Dan zal ik die stenen wel doen. Het simpele werk. Ja, doe mij maar het moeilijke werk opgeven. Ja, daar ben je veel beter in. Even kijken hoor. Even lekker een rol leggen. Even lekker een rol leggen. Maar waar gaan we het vandaag over hebben, Dimitri? Ja, vertel jij mij. Ik denk dat we het wel eens over kunnen over hebben over... Oh, wacht. Over waarom Minecraft zo blokkerig is. Ja, nou, waarom is het zo blokkerig? geen idee. Hier, ik kan nog niet eens fatsoenlijk een deur plaatsen, moet je nagaan. Hoppakee. Nou, de wc's die zijn af, bijna. Moet je het er nog in of niet? Wat bedoel je? Nou, nog in de wc, dan maak ik hem verder dicht. Ja, ik moet nog het luik erop zetten. En een hendel of zo, om door te trekken. Hey, wat doe jij nou? We gaan het vandaag hebben over... Over wat? Over belasting. Oh, nou, wat een feest. Nee, laten we het eens... Ik zit even om me heen te kijken. Hebben we het al eens gehad over... Het is altijd een feest om belasting te betalen. Ja, hebben we het al eens gehad over winter of zomer? Vorige week, of die week ervoor, weet ik niet eens meer. Ja, daar hebben we het al over gehad. Ook al. Nou ja. Dan gaan we maar verder met de muur hier. Ja, maar waar gaan we het over hebben? Over... Even kijken hoor. Over sport. Sport? Ja. Ja, inderdaad. Want wat vind jij nou... Kom op! Klote koe! Wat vind jij nou een leuke sport om te doen, Dimi? ja, dat ga ik maar niet vertellen. Is een beetje normaal. Beetje vies is dat. Maar, dat is normaal. Ja. Wat vind ik een leuke sport? Ja, ik heb niet echt een sport die ik echt leuk vind. Ja, fitness, is dat een sport? Ja, dat vond ik altijd leuk, maar ik heb er alleen zo weinig tijd voor. Vind ik ook inderdaad wel leuk. Ja, vroeger, dat heb ik nooit verteld, maar ik zag... Doe jij nou? Niks. Ja, maar helaas, ik heb vliegen aan, dus je hebt me gemist. Maar ja, ik zag vroeger op hockey. Hockey, dat is toch voor vrouwen? Ja, dat dacht... Nee, maar ze hadden me vroeger ingeschreven toen ik op de basisschool zat voor hockey. En daar heb ik dus een maandje of twee gedaan. En daarna ben ik er van mee gestopt, omdat ik het een beetje vrouwachtig vond. Een beetje vrouwachtig. Beetje erg. Ik moet zeggen, die hockeyvrouwen, die kunnen...
Dat zijn altijd... Hey, maar dan was je wel een man met ballen. Hey. Ja. Inderdaad. Ja, toch? Maar ik bedoel, ja, ik ben daarmee gestopt. Want ja, ze vonden me, ja, ze noemden me op school homo en alles. Dus ja, ik wou niet gepest worden en ik vond het ook een beetje saai. Ja, het was op de basisschool, dus dat weet ik ook niet meer zo goed meer wat het was. Maar weet je wat ik zou doen als ik de jackpot win en ik moet er iets mee doen? Of dan ga ik helemaal even golven. Golven? Dat is echt zo'n rijke luis. Dan ga ik dus de rijke mensen ga ik golven. Oh, met zo'n perkje op en zo'n... Zo'n golfkarretje. Zo'n golfkarretje. Ja, nou dat dus. Hey Dimmy, mijn stenen zijn op. Ik vind dat zo raar. Ik weet niet wat er nou zo leuk is aan golven, maar al die rijke mensen doen het. Ik weet niet of ze het nou leuk vinden of dat ze het alleen doen omdat ze rijk zijn. Ja, ik denk het laatste, maar ik heb dat wel eens gezien. Dan gaan ze ook echt kijken hoe de wind staat. En dan gaan ze met een kont shaken van spieren losmaken en dan gaan ze hoor. Dan gaan ze. Dus, even kijken. Hey, kom eens boven. Ik ben boven. Huh? Kijk hier. Het scherm, hè. Kijk, nu hebben we dus hier de muur. Hier. Hier. Dan zat ik eraan te denken. Hallo? Ja, hier, kijk. Om het hier dicht te maken, zo. Kijk. Anders ja, zie je zo'n stuk scherm opeens, maar dan zit het nergens tussen, weet je wel. Oh ja, nee, dat is goed toch? Ja, dat vond ik wel mooi. Je bent, ik ben wel mee van de muren en zo, daar ben ik wel wat beter in. En, nou, beter in. Jij bent wel beter in dus ook soort dingen wegwerken. Hey, je hebt ook wat dat, ja, ik weet niet, vroeger. Ik weet niet of dat was volgens mij in de bioscoop, heb je zo'n podium voor het bioscoop, voor het scherm. Podium voor het scherm. Dat had ik vroeger wel eens gezien, ik weet ook niet. Bij mij heb je het niet, bij mij heb je wel een groot vlak er nog voor. Oh, ik of uw werk. Heb je nog buskruid? Ja, twee stuks. Kijk uit! Het is er. Komt zo'n groen op je af? Kun je niet eens eventjes dat ding volzetten met stenen? Wacht eens. Dat is lava. Kijk! Kan je niet erin vallen? Ik zie geen lava meer hoor. Niet onder je? Nee. Hier. Zie je dat niet? Jawel. Vlieg nu eens hierboven. Kan dat... Hoppakee. Hier, dood. Oh, wat lekker warm. Ga eruit! Dan verbranden je spullen als je daarin valt. Als je in de lava doodgaat... Dan verbranden al je spullen. Jammer. Wat wou je doen? Niks. Wat wou jij doen? Dat was niet zo handig. Ik heb nieuwe stenen nodig, Dimmy. Hier. Nou, ik zal wachten. De aflevering duurt gelukkig op. Oké. Wat lach je nou? Hoppakee, nou, daar gaan we weer. Vliegen naar boven. Echte survival. Echte survival. Het kan allemaal een survival. Wij zijn gewoon de nieuwe generatie survival. Wij doen survivalen zoals het moet. Ja, inderdaad.
Ja, kijk, je moet doen wat je leuk vindt, hè. Al die kanalen die doen al als survival en spullen verzamelen, maar ja... Die zetten het er ook gewoon in, hoor. Wat? De grootste YouTuber met zijn Minecraft survivals, die zetten het er ook in, hoor. Ik weet het ook niet, hoor, maar ik bedoel... Kijk, je kan het wel gaan verzamelen, maar als je dan geen plezier hebt om het op te nemen, ja, waarom doe je het dan? Ja, precies. Wij vinden dit gewoon leuk. Op deze manier, dus ja. Het is ook leuk om naar te kijken. Ja, we hebben heel goed veel reacties gehad van de mensen die het leuk vonden. Ik ook niet. Hey! Wat doe jij nou weer? Huh? Waarom sla je me? Hoe kan dit nou? Ik sloeg jou, jij stond hier. Jij viel. En dan stond hier opeens een hele muur. Er stond opeens een gat in de muur. Nee, bij mij stond opeens hier. Jij stond hier, hier stond niks. Jij stond hier. Ik sloeg jou. Ik hoorde knal bij jou. En opeens stond hier een muur. Ik denk dat de server betaald moet worden. Ik denk het ook. Ja, die moet inderdaad betaald worden. Ja, ik heb een achterstallig factuur. Dadelijk sluiten we. Alles weg. Kunnen we opnieuw beginnen. Maar als je hem dan betaalt, dan moet je zeker weer een tijdje naar de Lidl. Want... Ja, moet ik inderdaad weer naar de Lidl. Anders kom ik boven mijn budget uit. Of naar die andere goedkope supermarkt. Ja. Laat het daar maar helemaal niet over gaan hebben. Nee. Even kijken, ik denk dat we hier... Als je echt lekker eten wil, moet je naar Hallo. En verder vul je het zelf in. Oh, hallo, ja. Dat is ook zo'n vliegtuig van, hè. Ga nou eens weg, klote koe. Hallo Game Channel, hallo Game Channel. En dan met de supermarkt na. Oh. Daar had jij toch over dat het dan zo'n goede supermarkt is? Ja, klopt. Ik vind het ook wel een goede supermarkt. Nou, kijk eens, de muur is af, hoor. Af. Oh, nee. Af. Nou, ik begin alvast met de trap. Hey, je koe is weer vrij. Die koe, ja, knap, hè? Ja. Oh, wacht even. Dit is heel dom wat ik doe. Nou, ik wil hier verder een trap maken, maar dan moet ik natuurlijk wel wol hebben. Rode wol. Ja. Precies te zijn. En... Middelste? In de kisten. Nou, die kisten zijn leeg. Misschien de buitenkist? Hier. Ik had nog wat. Oké, mooi. Dan kunnen die stenen... Buitenkist, ja, volgens mij zit er in de buitenkist ook nog wat. Dus moeten we weer eventjes een keer gaan verzamelen. Verzamelen. Schapen. Weet je wat we wel kunnen doen? Nou. Zal ik eens een schapenveld maken met allemaal rode schapen? Kunnen we die scheren? Ja, dat kan. Hier buiten, wacht. Regel ik wel even. Fix je wel even. Inderdaad. Schapen van de zaak. En als we de wol niet meer over hebben, dan slachten we ze. Maken we er zwarma van. Zwarma. Oh, wat een dierenbel ben je. Ja, dierenbel. Fox wel even door. Plof schapen. Ploffers. Dat zijn de enige echte plof schapen. Plof kippen vind ik altijd wel lekker. Ja, daar zit ze lekker veel vlees aan. Ja. Zeker weten. Hey, kom eens even keuren, want ik denk dat dit wel hoog genoeg is. Hey, waarom komen hier geen schapen? Ja, volgens mij, weet ik ook niet. Laat maar. Dit is goed zo, toch? Ja, ik weet niet, hoor. Misschien nog één hoger. Maar dan komen we weer zo hoog aan. Dan komen we weer zo dicht bij het dak. Moeten ja. We hier natuurlijk wel, kijk. Zwarte wol neerleggen.
Nou, onze cinema die begint al aardig ergens op te lijken. Twee zaal, dat wordt wel weer lastig hoor. Ik weet ook niet hè. Maar ik denk dat we, kijk, dit moeten we zo houden inderdaad, denk ik. En dan doen we zo. Maar wat jij doet is niet handig. Kijk, kom eens. Kijk. Waarom niet? Hier zat hier een stuk steen. Een rand met stenen. En nu doe je hier wol. Oh ja, inderdaad. Oh, maar dat is zo gepiept. Nee, maar kijk. Dan doen we hier straks boven doen we zo de ingang maken. Van de zalen. Hier. En dan heb je de zalen. Wacht even hoor. Moet ik alleen nog wel veel meer rode wol hebben. Hier. Je stem sloeg over. Dat hoorde ik. Hier. Ken je trouwens nog SpongeBob SquarePants? Oh ja, ja, dat ken ik. Als je deze dingen plaat, dan lijkt het net als SpongeBob aan het lopen is. Oh ja, dat geluid weet ik niet meer hoor. En wat komt hieronder dan? Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval hier de muur of zo, dan kan het hier zo aflopen naar de bioscopen, denk ik. Ja, ik denk het ook. Oh. Oh. Nou, jij maakt dat wel eventjes, denk ik, af. Oh, wacht, ik heb nog... Oh, de koffie is koud. Oh, dat is ook lekker. Jammer. Koude koffie. Even kijken. Dan denk ik, als we dit afgebouwd hebben, Dimmy, dat het weer een mooi einde is voor de video. En dat we dan zometeen eventjes kunnen laten zien wat we tot nu toe hebben. Er zit alleen nog een bouwfoutje in hier. Een bouwfoutje zo? Hier, moet hier nog één hoger. Hier. Hier. Inderdaad. Hier. En hier. Hier toch ook? Ja, je moet even kijken hoe die gelijk loopt met die andere kant. Ho. Kan jij die muur nog even afmaken? Dan vind ik het een mooi eind van de video. Hier zo? Ja, deze muur. Een muur? Oh, hier. Dit gaan we dichtmaken, toch? Ja, toch? Maar hier kunnen we ook nog wel wat maken, iets anders. Ja, maar dan moeten we nog even bedenken wat. Ja. Het is in ieder geval open, dat weten we. Ja. Nooduitgangen! Oh ja, nooduitgangen, inderdaad. Goed idee. Ja. Moet alleen wel, want als je hier naar buiten gaat, dan kom je in het water terecht. Dus daar moeten we even iets voor verzinnen. Een trap. Ja, zoiets ja. En dan boten neer. En dan een stijger maken met allemaal boten. Ja, ja, een goed idee op zich. Nou, zullen we het in eerste instantie maar even dichtmaken? We hebben toch geen brand in onze dingen. Nou ja, je weet maar nooit. Zo. Zo, kijk eens. Ja, ik moet zeggen, hij begint wel aardig vorm te krijgen, Dimmy. Ja. Hey, heb jij nog van die bordjes nooduitgang, of niet? Oh ja, ja, die heb ik. Dan kunnen we die net zo goed even gelijk maken. Zullen we dat van houten deuren doen? Ja. Wacht even. En waar dan? Hier? Hier. Hier eentje zo. Dan doen we... Wacht even. En hier rode wol. Dan hebben we ook nog een gang voor de nooduitgangen. Oh, een gang ook nog. Oh, we kunnen ook een trap naar beneden maken. Ja, dat is goed. Ja, dat doen we volgende aflevering wel. Wacht, ja, dat is goed.
Laat eventjes nog snel ik, zien. Ik hang hier wel een bordje op. Ja, inderdaad. Kunnen we er twee doen? Dat is wel, wel handig. Want als er echt de brand uitbreekt, gewoon doen we er hier nog eentje of zo. Ja, zo ja. Dan wordt dat de gang voor de nooduitgang. Ik vind hem echt vet worden, Dimi. Ik ook. Als we zo eens naar buiten kijken, dan ziet het er aardig mooi uit. Hier aan de buitenkant hebben we cinema. Misschien moeten we nog aan het einde eens kijken of we hem iets minder blokkerig kunnen maken. Maar ja, dat is Minecraft. Hier hebben we dan de bovenverdieping. En als je dan hier naartoe gaat, dan heb je de benedenverdieping. En dat moeten we ook nog een hele berg aan doen. Ja. Dus ik denk dat we zeker al tot de Pasen bezig zijn, Dimi. Ja, ik denk het ook. Moeten we nog aardig wat doen. Komt wel aardig voor, maar we zijn nog niet klaar. Precies. Vond je het nou een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Omhoog te doen. Te delen en te abonneren. En dan spreken we je volgende week weer met een nieuwe Minecraft Survival. Doei! Doei!